Hey vriendinnen, is dit een goed begin van mijn video? Nee, ben ik hartstikke paars? Ja. Doe ik een lamp aan nu? Ja, want dat is niet oké. Het spijt me nu al voor al deze troep. Maar leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is maandag. ik heb net gedoucht en het is al avond. Ik had vandaag gewoon een hele chille dag. Ik was vrij. Ik had namelijk geen stage, dus dat is heel erg fijn. Dus ik heb wel een paar dingen aan stage gedaan. Aan mijn stageverslag. En deze handdoek op mijn hoofd. Ik wilde eigenlijk een beetje mijn kamer opruimen. Echt letterlijk zoals elke fucking video. Sorry voor mijn taalgebruik. Letterlijk zoals elke video ga ik... Wat is dit dan weer? Letterlijk in elke video ga ik mijn kamer opruimen. Dus ik dacht, wat is er een mooier moment om mee te beginnen. Mijn kamer opruimen. Heerlijk. Ja, daar val ik echt precies super veel op te ruimen. Ik krijg in mijn nieuwe huis een nieuwe kast. Dus vandaar dat ik even geen kast heb. Wat ben ik allemaal aan het doen? Het enige wat ik moet doen eigenlijk is gewoon mijn bed even leegmaken. Want dat is pas irritant. Dit moet naar alle kamer doen en alle kamer. Oh nee. Wauw, dit is echt geen goede engel met het licht. Back again. Ik heb even mijn was in de was gegooid. En verder niet heel veel veranderd. Ik ben even gaan zitten in mijn bed. Want ik wil nog het afmaken voor mijn stageverslag. Een perfecte plek. Die ik hier heb geopend. En ik ga even lekker typen. Because something has to happen. Ja. Yeah. Veel typewerk. Die engel, sorry. Tot morgen. Goedemorgen. Het is 9:10. En ik ga zo mijn schoenen aandoen. Want ik ga weer lekker naar stage. Dus het is echt zo'n mooie dag vandaag. De zon schijnt helemaal. Kijk, buiten helemaal de zon. Ja, daar zie je natuurlijk niks van. Maar de zon schijnt helemaal naar binnen. Het is echt zo mooi. Waar heb ik het aan verdiend? Oh ja, het is een mooie dag. Want mijn nieuwe telefoon komt vandaag binnen. So excited. Oh my god. Ik moet wel eerst een hele dag stage lopen. Dus als dat even snel voorbij gaat, kom ik thuis en heb ik een nieuwe telefoon. Ja, yeah. Oh my god. I can't wait. Echt. Oh, wat is mijn letter? Heftig. Nietje. Oh well. Ik ga. Zwaar depressed. Ik kwam een beetje door mezelf. Maar... ik zal het jullie uitleggen. Ondertussen moeten we mijn make-up eraf halen. Ik hoop dat ik hier nog een badje op leggen. Ja. Oké. Okay. Dus. Ik vanmorgen super blij jullie vertellen. Mijn telefoon komt vandaag binnen. Yes, daar was zin in. Ik had nooit een bevestigingsmail gekregen. Het was verzonden. Ik had geen track and trace code. Ik ging er gewoon van uit dat die vandaag bezorgd zou worden. Toen kwam die niet. Ik gelijk boos. Ik mijn moeder appen. Ik zeg, heb je wat gezien in de post? Of een briefje of iets? Dat er niemand thuis was. Nee, ik heb niks gezien. Dus ik heb alle mails die ik heb gekregen naar mijn moeder doorgestuurd. En ik was op stage, dus ik kon niet bellen. Dus ik vroeg of zij wilde bellen. Dus zij bellen naar dat bedrijf. Want ik geen bevestigingsmail gekregen. Die heb ik net pas gekregen. Dus het komt morgen binnen. Tussen 1 en 3 of iets. Dat was het kort voor 12, weet ik veel. Nou. Dus morgen mijn nieuwe telefoon.
Echt zo dom. Ik ging er gewoon van uit dat hij binnen zou komen vandaag. Wat echt stupid. It's me. Dat dus. Verder heb ik een prima dag gehad. Heb ik hier nog elastiek? Ik heb echt niks hier liggen. Ik heb hier letterlijk wel een doosje met twee afgehapte bonbons. Die ik maar moet gewoon weggooien. I'm sorry. Oké. Ready for bed. Dan is het nu eindelijk tijd om lekker te slapen. Het is 10 voor 11. Zien jullie wel mijn haar? Ik heb een nieuwe kuif. Oh jongens, mijn bed ligt zo lekker. Ik wil echt niet geloven hoe comfy. Oh my god. Oké. Ik ga slapen. Morgen vroeg de wekker. Ik mag gelukkig een half uurtje later beginnen. Want ik heb morgen een interview met de krant. Dus dat is wel leuk. Maar die komt pas later. Dus dan heb ik daarvoor niet heel veel te doen. Dus kan ik lekker laten beginnen. Dus nu ga ik slapen. Lekker wekker te zetten. En dan... Ik ga morgen naar de film met mijn moeder. Naar Onder Jongens in Miami. Erg leuk. Ik heb heel veel zin in morgen. Ik zie jullie morgen. Slaap lekker. Good morning. Het is 9 uur. En over een half uurtje moet ik lekker naar stage. Ik heb me al lekker omgekleed. Een lekker jasje met een zwart shirt en een lekkere broek. En nu ga ik nog even chillen. En vandaag komt nou echt mijn telefoon binnen. Ik heb weer een mailtje gekregen van PostNL. Vandaag is het 11:45 en 12:15. Helemaal top, ik heb er zin in. Ja. Hey jongens, we back. Ik ben net 1 minuut thuis, maar ik kon echt niet wachten. Pakketje! Oké, het is mijn nieuwe telefoon. Super exciting. Oké, ik zie hier. Komt van pas. Oh my god, ik ben echt super excited. De snoertjes zitten gewoon los, oké. We should be alright. Oké, dit is de doos waar je in komt. Dat is gewoon dit. Oh my god. I'm super, super happy. Oh my god! Oh, en oortjes. Oh! Oh my god, waarom heb ik er twee? Ik heb twee snoertjes. Ik denk dat het fout is gegaan. But I ain't complaining. Oh my god. Ah. Oké, wacht. Ik moet voor de zekerheid wel nog even een extra reservekopie maken van mijn oude telefoon. Eigenlijk meer mijn WhatsApp. Oh my god. Jullie willen echt niet weten hoe fucking blij ik ben. Oh my god. Dat is gevaarlijk wat ik deed, hè? Zagen jullie dat? Oh my god. I'm so happy. Het is echt erg hoe blij ik kan worden van zoiets kleins. Het is maar een telefoon. Maar ik vind het vooral zo leuk gewoon dat ik gewoon van nieuwe dingen hou. Ik vind het wel een beetje bad dat ze hem zo hebben opgerold. Snel kapot van. Oké, ik ga hem even opladen. Want mijn oude telefoon was ook wel... Huh? Kijk hoe kapot mijn oude telefoon is. Helemaal barst erin. Hij kan ook niet meer bellen. Zeg maar, de batterij is zo is allemaal heel erg goed. Dus dat, daar is echt niks mis mee. Maar het is echt wel heel erg hoe... Ik had trouwens dat... oude adaptertje nog. Maar wat ik gelijk even ga doen, ik ga het nagellak pakken. En dan kan je misschien denken van... What you gonna do? Maar ik doe altijd mijn snoertjes en zo. Daar doe ik een nagellakje op, zodat ik weet dat die van mij is. Want dan zie ik het alweer. Gaat iemand hem lenen. En dan krijg ik hem niet meer terug. Zeg, oh nee, die was echt van mij. Of dan geef ze me een kapot terug of zo. Dat heb ik wel eens gehad. Dat is echt niet leuk. Want dan durf je niet toe te geven. Ja, oké, ik heb jouw oplader gepakt. Als je hem gewoon even beschildert, dan is er niks aan de hand. Based on a true story. Even kijken hoe het aan toe gaat met Sally. Hallo.
Nederlands. Oh, hij is al helemaal vol. Kies je land? Oh my god, ik vind het echt zo leuk. Ah! Oké. Okay. Wat erg, waarom ben ik zo happy? Ik ga even mijn ouders om hulp vragen. Bye. Nou jongens, hij is helemaal geïnstalleerd. Ik heb gewoon het overgezet van mijn oude iPhone, dus alles zit er gewoon nog op. Dus dat is echt hartstikke chill. Ah, ik ben zo gelukkig. Met mijn nieuwe baby. Even een nieuw hoesje bestellen. Oh nee, even dat glasplaatje weer opdoen. Dat moet ik wel even, echt even nu gaan doen. Zo, ik heb hem weer even opnieuw opgemaakt en even weer aangekleed. Ik heb mijn fanny pack en ik ben echt zo blij met mijn telefoon. Oh my god. En ik zal ook gelijk even mijn nieuwe achtergrond laten zien. Ik heb namelijk lekker een leuke achtergrond ingesteld. Dat vind ik altijd leuk. Lekker verandering. Ik heb eigenlijk altijd een foto op mijn achtergrond. Maar ik dacht nu, laat ik eens iets anders doen. En op mijn scherm deze is net iets anders. Meer glitters. Dit is die andere. En ik heb hier een normale app staan. Mijn camera, gewoon al die basic dingetjes. Al die stomme apps. En hier wat handige apps. Buienradar, mijn Google, mijn Snapchat. En hier gewoon mijn Spotify, Instagram, Snapchat en WhatsApp gebruik ik het vaakste. Hier mijn socials. Foto edit, letterlijk maar twee apps. Shit. En nog meer shit. dus dat. Ik heb me dus even klaargemaakt. Want... ik weet niet wat er misschien. Maar ik heb me weer even klaargemaakt. Want ik ga dus naar de film vanavond. Namelijk muurig. We gaan over 10 minuutjes weg, denk ik. Dus. Ik heb echt zin in onze jongens in Miami. Volgens mij had ik het al gezegd. Zien we in. Nou, daar ben ik weer. Ik ben net terug van de film. Het was echt super gezellig. Met mijn mama. Dus dat was ook heel gezellig. Want dat was al een tijdje geleden dat we samen iets wel gedaan. Dus erg gezellig. De film was net zoals deel 1 gewoon voorspelbaar. Maar daarom ook alweer grappig. Ik ga me even omkleden. In mijn sleeping outfit. Lekker een Adidas stijl. Ik ga me even omkleden en make-up halen. En dan ga ik zo lekker slapen. Kijk wat een bende. Oh, dan moet ik echt weer opruimen. Het is trouwens 11 uur, dus ik moet ook eigenlijk echt gaan slapen. Want morgen gewoon weer een stage dag. Trust het, jongens. Goedemorgen, lieve mensen. Het is donderdagochtend. Ik ben vergeten of ik heb gevlogd vanmorgen. Here I am. Ik ben onderweg naar stage. Nog niet. Ik ga even mijn schoenen aandoen. I'm super tired. Maar mensen, ik ga vandoor. Ik spreek jullie later. Even een backstage vloggy. We zijn bezig met de voorbereiding voor een personeelsfeest zaterdag. We zijn alles aan het bouwen en... ik kan gewoon boren, jongens. Ik heb voor het eerst een schroef geboord. En hoe ging het, Ed? Ja, ging hartstikke goed. Nee, dat ging super. Ja, toch? Ja. Nou, natuurtalent. Je kan me nu voortaan inhuren voor al je bouwprojecten. Nee, maar het ziet er echt al super leuk uit. Hier is de bar. Waar we morgen lekker achter de bar gaan staan. Dit zijn we nu aan het opzetten. Dat is ook een beetje voor de wind. Maar ook durft het natuurlijk uit het afgeskifeest. Dus... hey Marjolein, moet je ook even. Maar het gaat goed. Wat een dag jongens, het is zaterdag. Mijn camera ligt nog op stage, dus daarom film ik de laatste paar video's met mijn telefoon. Het is 2:15 en ik moet nog een heleboel dingen doen. Ik ben me aan het klaarmaken voor het personeelsfeest natuurlijk. Dat is dus vanavond. En ik heb hier een deerndol met van die lange witte kousen. En ik heb, als het koud wordt, heb ik nog een dikke trui. Want het is natuurlijk apres-ski-feest. Ik moet wel iets vinden wat een beetje in die stijl is. Ik heb het even opgemaakt. En ik moet er meteen even langs de graanschuur.
langs Michel, langs de loods om mijn fiets op te halen, langs kantoor. En naar Michel brengen. Wat een gedoe. Zoveel doen en zo weinig tijd. Dus dat. Morgen weer. Ik denk dat dat hoogstwaarschijnlijk gaat gebeuren. Ik heb in ieder geval vanavond wel echt een superleuke avond gehad. Ja, het was echt super gezellig. Heel erg leuk achter de bar gestaan. Dat vond ik wel echt heel erg leuk. Ja, heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dus ik vond het wel super gezellig. Dat was het voor nu. Aan mijn head out. Chill, droge lippen. Maar goedemiddag alweer. Het is zondag en het is 3:30. Ik heb net even gedoucht, mijn haar opnieuw ingevlochten en een lekkere chill outfit aan. Wow, I'm a ghost. Dit is echt niet best, die lippen. Maar ik hoop dat jullie gisteren een beetje een indruk hebben gekregen van hoe de avond was. Het was echt super... Sorry, ik heb een rode wang van douchen nog. Maar het was echt super gezellig, echt super... Super leuk om ook een keer achter de bar te staan. Dat had ik eigenlijk dus nooit echt gedaan. Dus het is voor herhaling vatbaar. Het is onderhand weer 3:30. We hebben ook lekker uitgeslapen. Lekker niks gedaan. We waren een documentaire aan het kijken. Op Netflix. Don't Fuck With Cats. Als jullie ook hebben gezien. Let me know. En ik denk eerlijk gezegd dat we zo avondeten gaan maken. Nee, we gaan een spel spelen. Oh jongens, ik ben weer thuis. Mijn vlechtje is net losgegaan. Mijn haar zit echt super wild. Maar het is onderhand 10:30. En ik ben lekker in mijn bed gaan liggen. Ik moet echt even mijn camera zoeken. Want ik weet dus niet waar ik hem heb gelegd. Dat is echt super dom. Niet erg slim, nee. Maar ik lig nu echt super lekker in mijn bed. Morgen ben ik lekker vrij. En ik ga morgen weer lekker sporten. Ik heb echt heel erg deze hele week niet gesport. Dat kwam iedere keer niet uit. Maar volgende week ga ik dus weer lekker sporten. Dus dat is goed. Dat moet ik niet doen. Want ik ga normaal gesproken 3 keer in de week. En ik ben deze week 0 keer geweest. Dat is niet goed. Maar ik had vandaag echt een super chille dag. Lekker met Michel bij hem thuis. Lekker gechilled. Lekker een horrorspelletjes gespeeld. Dus daar geniet ik altijd heel erg van. Daar word ik heel erg blij van. Maar op dat soort momenten vergeet ik eigenlijk altijd een beetje te vloggen. Omdat ik het eigenlijk gewoon jammer, een beetje vervelend vind ook voor hem. Als ik dan weer mijn camera erbij ga pakken. Als we gewoon het gezellig hebben. Dus maar ik kan wel voortaan proberen gewoon een beetje sfeerbeeldjes te maken of zo. Dus dat is dan wel weer wat leuker. Dus ik zal erop letten voor volgende week, jongens. In ieder geval voor nu. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het nog een beetje leuk vonden. Ik denk dat het een beetje rommelig was hier en daar. Maar dat zijn jullie allemaal wel gewend van mij. Sorry. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot in mijn volgende video. Doei.